vermoord, 11:30 jongens. 3 februari? 29 januari? 30 of 29? 29 januari. 29 januari. Dinsdag 29 januari. 2019, 11:30. Ik ga je uitleggen wat we gaan doen. Jullie zien hier een motor staan. We hebben hier staan een Aprilia, een SRV 850. Wat we met de motor gaan doen, we gaan de motor een grote servicebeurt geven. We gaan van A tot Z nakijken. Inderdaad de servicebeurt. En daarbij gaan we hem tunen. Opvoeren, tunen. Wat gaan we onder andere aan doen aan het tunen wat we gaan doen? We gaan naar een variateurhuis. Van Molossi gaan we monteren. Achterkoppeling, achterkoppeling. Van Polini gebruiken we. Ik kom bij hoor. Ja hoor, dank je. En we gaan er een hele complete nieuwe uitlaatsysteem omzetten. Van voor naar achter. Als je kijkt, daarvoor heb ik ook alles losgemaakt. Want je kan er niet zo 1, 2, 3 bij. Je moet best wel veel losmaken. Om die uitlaat te vervangen. Kijk, die loopt hieronder, die gaat naar beneden. Dus er zit veel werk aan om die uitlaat te monteren. Een complete uitlaatsysteem. Kijk, ik ben het wel gewend aan deze dingen sleutelen. Het is gewoon super veel werk. Om aan het ding te sleutelen. Ik ga jullie vandaag weinig vertellen. Maar ik ga jullie wel laten zien wat voor uitlaat we hebben besteld. Even een Aero. Aero is een Ginelli. Kijk. Ik denk dat het uitlaatje toch een klein 1000 euro kost. Hier. Yeah. Kijk. Dat is één. Ja, moet je die draaien erin. Die gaan we uitpakken. Die gaan we kijken. Zo, dat is een dikke dit hoor. Wow. Dus ik denk die gaat echt, waarom? Hier is de lambda zonde. Die gaat nou, waarschijnlijk, die gaat zo. Want ik zie de lambda zonde. Gaan we wel even naar kijken. Wat een draai is erin, hè? Nog meer spul. Nog meer spul. Hier. Leg maar daar neer. Klap je mee aan de... Mijn schoolmeester. Dan gaan we hier. Dan gaan we die demper even. Even kijken. Hoe jongens, schuif. Een deppertje. Tja, wat een ding. Wat een jupe zeg. Kijk. Het is een dikke dit, hè? Dikke, ja, maak wel 1000 euro. Zo'n dikke pijp erop. Kom je er lekker gezellig bij, Sam? Ja. Tuurlijk. Voor de vlog? Ja, voor de vlog, ja. Nee, ik ben geen vlogger, hè. Oh. Nee, ik maak technische filmpjes. Nee. Weet je wie een vlogger is? Iemand die de hele dag doorslaapt, die niks in zijn leven te doen heeft. Ah, ja. Dat is een vlogger. Ja. Ik weet, ik maak technische filmpjes. Deze auto gaan we monteren. Dan zetten we een variateur van Molossi voor. En een achterkoppeling van Polini. Heb ik een keer eerder gedaan, dat was de combinatie was goed. En buiten dat om gaan we de ECU tunen. Met de ECU gaan we ook wat doen, dat je veel meer kracht hebt, meer pk's. We gaan jullie vandaag niks laten zien, we hebben jullie vandaag maar uitgelegd wat we met de motor gaan doen. Als we aan het werk gaan, dan komen jullie erbij en dan gaan jullie met ons meekijken wat we gaan doen, hoe en wat. Dus jullie gaan met ons, dit worden meerdere deeltjes, een filmpje zeg maar, wat we precies gaan doen. We gaan ook zeker een stukje rijden met de motor, jullie met ons meekijken. Wat er uitgekomen is, ik heb niet gereden van tevoren met het ding. Ik heb wel een keer een stukje voor de deur gereden, want ik ken deze ding, kunnen we die dingen rijden. Dat is niks nieuws voor mij. Achteraf gaan we rijden. Dan gaan we nemen de camera mee. Dan gaan we een stukje rijden met de motor. Dan gaan we even, als hij helemaal klaar is. De bedoeling is vandaag die uitlaat eronder monteren. En die koppelingshuis helemaal netjes in elkaar zet. De ECU gaat vandaag uit. De ECU heb ik zeker 3-4 dagjes voor nodig. Voordat hij helemaal klaar is. Dus gaan we het zo houden daarvan. Ja. Dus we laten bij deze zo. Dus als we meer weten, dan ga je met ons mee. Is goed, Jan. Ja, dat is mij.